graafschap Holland in het jaar 1417. De hoeken en de kabeljauwen strijden heftig om de heerschappij over het graafschap. Jacoba van Beieren, een hoekse. Willem van Arkel, een kabeljauw. Jacoba had haar oog laten vallen op de landerijen van Willem. Maar ook op Willem zelf. Als de Romeo en Julia van Holland begonnen zij een geheime affaire. Echter, hun politieke verschillen leidden uiteindelijk tot een breuk. Jacoba kocht de rechterhand van Willem om door hem een riante beloning te beloven als hij Willem zou vermoorden. En zo geschiedde. Maar de dood van Willem greep Jacoba sterker aan dan verwacht. Ze kwijnde weg van verdriet.